Hoe langer ik op Melanie bleef wachten, hoe meer ik wilde gaan kotsen. Dus ik dacht, we gaan gewoon het water in. Sinds Melanie aankwam in Hawaii staat er één ding met stip bovenaan op haar bucketlist. Zondagmiddag gaan we sharkdiven in een kooi. Nee, ik ga dat niet doen. Zondag beslist iedereen op de boot of die wel of niet wil. Oké? Er is geen optie dat ik dit leuk vind. Trouble, blood is in the rocky waters. Out of where your sons and daughters eat you alive. Ik snap niet dat ze dit gaan doen. Wat is het ergste wat kan gebeuren? Dat ik zonder been terug naar Nederland moet. Sorry, maar wat is er ook leuk aan haaien? Niks! Ik heb hier zoveel zin in! Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat jij nog lang in het dorp gaat. Aisha ja, heeft niet geslapen. Die is Aisha echt een uurtje geslapen. Aisha is echt niet vrolijk. Maar ja, dat is niet mijn probleem. I'm not gonna sugarcoat that. This boat can handle a lot, but if you're not used to the water, this is probably gonna trip you out a little bit. So just stay calm, everything's fine. It's just gonna feel like a roller coaster ride, okay? Okay, Aisha, you moet in de verte kijken. Ja, kotsen buitenboord. En je nek echt gewoon open de reling, anders komt het weer naar binnen. Straks zien we gewoon dolfijn, hè? We waren echt wel een stuk of 6, denk ik. Ja, ik heb nog nooit een dolfijn gezien. Ik vond het fantastisch. Ik denk oprecht dat ik een nieuwe baan ga zoeken. Ik ga gewoon dit doen. Ik ga gewoon een avontuur. Nou, ik ben kapot misselijk. Ik ben wel echt blij dat jullie mee zijn gegaan. Ik had echt verwacht dat jullie niet zouden komen opdagen. Melanie heeft echt vanaf dag 1 elke dag het gehad over dat ze wilde sharkdiven. Of iets anders extreems. Ja, maar dit was echt haar nummer 1. Ik vind dat zout water echt lekker. Kijk uit voor jullie telefoons! Ik denk eerder aan mijn wimpers! De hele weg dacht ik echt, dit wordt mijn baan en ik gooi heel mijn leven om en ik ga op een boot wonen. Je stond ook zo stoer als een kapitein. Ik ga hier werken op deze boot! En daarna waren we er en toen was het gewoon klaar. Er kwam geen woord meer uit. Nee, ja. Mijn organen kwamen er bijna uit. Echt, zo voelde het. Iedereen hoopte natuurlijk dat Melanie als eerste de kooi in zou gaan. Maar nu ze zwalkend over de rand hangt, dient zich een andere held aan. Lekker, baby. Hoe langer ik op Melanie bleef wachten, hoe meer ik wilde gaan kotsen. Dus ik dacht, we gaan gewoon het water in. Ik vond het wel cool, want je ziet ze natuurlijk gewoon op foto's en shit. Maar nu zag je ze in echt. Het waren er veel ook. En het water was verrassend warm. Maar ik vond het wel echt doodeng. Aisha had al besloten dat ze niet zou gaan. Dus ik dacht, ik ga jou ook niet overhalen. Ik dacht, stel je voor, er gebeurt wel wat. Ja, dan heb ik jou in die kooi geduwd. Nee, als je niet wil, dan maar lekker niet. Maar jij en Quincy zeiden ook vanaf het begin van, ik ga dat niet doen, ik ga dat niet doen. En bij jullie is opeens de knop omgeslagen en zeiden jullie van, we gaan het wel doen. Ja, maar dat komt door mijn moeder. Ik sprak haar en zij was zo van, ja, het is een kans die je één keer hebt, dus doe maar gewoon. En dus ik dacht, what the fuck, je houdt helemaal niet van mij. Waarom zou je me nou weer naar de haai sturen? Toen ben ik van eraf. Ja. Ja, en Quincy die wilde ook opeens wel. En remember, you can hold your breath if you don't want to eat. Ik had er echt geen zin in. Ik dacht, ja, je zit als een snoepje in die kooi van haaien, kom me halen. Maar ik heb het wel gedaan. Ja.
Ja, ik ben wel heel trots op jou. Dank je. Moet ik het nog een keer zeggen? Ja, doe maar nog 10 keer. Put the snorkel in. Now keep it from coming in. Yeah, kind of done. Op een gegeven moment, toen riep die vrouw, dit is echt de laatste kans om erin te gaan. En toen dacht ik, okay, ik heb alleen maar lopen stoel lopen praten. Ik ga nou niet een poesje zijn en er niet in gaan. Ik dacht, ik ga dit water in. Maar het was zo gaaf, maar ik voelde me zo beroerd. Ik heb er niet lang in gezeten. Nee, jij hebt er echt een minuut in gezeten. Ja. Maar het was meer dan genoeg. Oh. Fuck a loser. Dat was leuk, hè? Leukste dag van je leven. I'm glad you still enjoyed it. Het was zo, zo vet. Ik vind het wel tof dat jij, ondanks dat je zo ellendig op die boot zat, dat je nog steeds zegt, dit is de beste dag van mijn leven. Ja, maar dat is ook oprecht. Ja, je kan wel goed positief blijven dan. Hé, trouwens, ik neem wel even mijn woorden terug over het feit dat jullie nepwimpers bij mij mogen zetten. Nee, broer, ik ben net bij de haaien geweest. Je gaat niet. Hallo, ik heb echt mijn leven gegeven op die boot, hè? Ja, je was ineens niet meer zo stoer. Nee, ik wilde echt niet. Straks heb ik geen wimpers meer. Dat staat nergens op. Het is geen secondenlijm. Get a clip of this big turtle right here. Oh, wat? Let's see. There's an eagle ray. There's an eagle ray. Oh. Oh my god! Thank you so much. Thank you for saying that. This is my dancing turtle. The eagle ray might be popping out on the other side. Hij is wel groot, man. Wij hebben gewoon dolfijnen, haaien en schildpadden gezien. Vandaag. Ik denk. Ja. Ben ik overdreven als ik dit zeg? Nee, het was echt wel zo groot. Ja, hè? Ja. Ik heb leuk nieuws. Ik ga vanmiddag naar mijn nieuwe gezin. Vanmiddag? Niet spannend. Ja. Maar ik vond het wel ook ergens wel lekker dat we vanochtend activiteit hadden. Dat ik niet alleen maar bezig ben met dat ik naar een nieuw gezin moet. Nou, je hebt het al een keer gedaan, dus het komt wel goed. Ja. Maar ik ga verhuizen naar Kailua. Dat is bij mij, daar woon ik. Jij woont daar ook. Daar woon ik. Ja, want dat is wel echt goed. Het is echt heel lekker. Ja. Jij gaat het goed hebben. Dat weet je niet. Nee, want dat zegt niks. Alleen maar krijzende baby's. Nee, dat inderdaad. Maar qua plek gaat of het goed gentle hebben. Parenting. Ja, jij hebt er niet heel erg nee zin, hè? Nee, maar goed. Je moet die moeder gewoon coachen, want... Ik heb die moeder kunnen coachen. Zij lekker zelf. Ja, ik heb die moeder gecoacht en ik ben weg, dus... Kijk uit met... Dat lukt niet. Jouw kinderen vragen 24/7 aandacht en je geeft ze dat elke keer. Je maakt ze helemaal niet zelfstandig. Ja, ik ben daar gewoon niet mee eens. Ik vond mijn vorige gezin in dat opzicht dan wel een stuk leuker. Zou je teruggaan naar je vorige gezin? Als hun huis schoon is.